geniale vader, een volleerde leraar, de trouwe vriend, de betrokken politicus en een geniale schrijver. Hij had zijn memoires willen schrijven en daarin zou Os misschien ook wel een kleine bescheiden rol hebben gespeeld. Want wat velen niet weten is dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog hier nog een aantal jaren op kostschool heeft gezeten. Niet naar zijn grote plezier, maar het past ook in ieder geval in kennismaking met Os. De dood van Hans van Mierlo was de aanleiding voor mevrouw Connie Palme om, volgens haar eigen zeggen, te gaan schrijven tegen het vergeten in. Leuk om eens hier te zijn. Is Jan de Rijvers er ook? Tuurlijk! En jullie allen vertegenwoordigen. Nou, dat mag geen trots op zijn. Dus dat is het beginnen. Ja, ik heb inderdaad. Ik merk namelijk steeds dat heel veel mensen in het publiek toch het logboek al gelezen hebben. En met name die mensen vragen zich af, hoe gaat het nu? Dus voor die mensen gaat het goed genoeg. Als mensen moed vergeten om te overleven, aan overlevers van de Holocaust, van de concentratiekampen, hè, dat er zich eigenlijk al onmiddellijk een heel diep vergeten overviel die mensen. Het was alsof het buiten hen omging. Dus vergeten heeft iets heel levensbehoudend. En in zekere zin schrijf ik dus tegen mijn eigen gezondheid in, want ik wilde het even allemaal niet vergeten. Mijn man dood. 39 kilo, mond aan flarden, keel in de brand, kaak in de klem. Maag zanikt, darmen jammeren luidruchtig van de leegte. Hart gaat tekeer, bonzend, pompend, tegen de klippen op. Binnenin door en door koud, buitenom biggelt zweet als tranen langs de. Want die is dood, zeg maar. Dank u wel. Zitten de messen los in ons, daar zitten de messen los. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zie je de mensen hossen op de straat in ons. Hadden geleden. Herinnerde me ook nog, ik had al heel veel boeken in de kast. Ik had al een zogenaamd plankje leed, waar ik rijkelijk uit kon putten. En ik had een paar klassiekers waar ik onmiddellijk naar greep. Een van die klassiekers is bijvoorbeeld Niets meer ademtoog van Anne Philippe. Nog steeds een parel in de rouwliteratuur. Hij heeft niet buitengewoon intelligent en zeer integer boekje. En ze rouwde ook een beroemde man. Gérard Philippe, haar man, was destijds, toen hij stierf in 1955, op 34-jarige leeftijd, aan leverkanker, was hij de beroemdste filmster van Frankrijk. Tienduizenden mensen rouwden om hem. Dus zij moest, zij begroef niet, zoals ik geen staatsman heb begraven, zo heeft zij geen filmster begraven. Maar haar man. En daarom interesseerde me dat ook weer. Een ander buitengewoon fraai, ook dagboekachtig boek is van C.S. Lewis, A Grief Observed. En ik geloof het Nederlands vertaald als verdriet, geloof en verdriet, geloof en dood of zo. Het is een gelovig man die ik een zekere bewondering voor heb. Dat is ook een buitengewoon mooi, intelligent, ontroerend boek. Dus dat had ik wel in de kast. Ik heb wel in dat jaar wel aardig wat boeken verslonden. Als ze maar gingen over pijn, verdriet en andere ellende. Ja,
Dan iets anders. Bedoel, dat was het enige wat ik kon lezen. Heel het verzet, het schrijven is daar ook een verzet tegen die passiviteit. Dus ik dwong mezelf om na te denken, waarom doet het zo'n pijn? Waarom, wat is het eigenlijk? Wat is het voor fysiek? Het is vandaar dat ik op die verliefdheid kwam. Ik denk, het is precies verliefdheid, die carousel, die achtbaan, die onrust, die angst, die onzekerheid. Die bang voor elke volgende minuut, bang dat die liefde weg is. Maar die liefde is weg, fysiek. Dus wat ik leerde was aldoende het schrijven door het nadenken over, door het te dwingen om te begrijpen. Dus niet zomaar alleen maar de pijn te ondergaan, maar door na te denken over hoe beschrijf ik haar. Hoe kan ik haar overbrengen, hoe vind ik er woorden voor, wat is het? Dus de inzicht te gaan aan het schrijven vooraf. En dat is het meer. Nee, het blogboek, Jezus. Alcoholisme heeft met dood en rouw te maken. Niet per se met een al beleefde rouw, maar met een rouw die altijd in het vooruitzicht ligt. Ja, dat is een essay dat ik heb opgenomen in het logboek, dat ik ook niet, eigenlijk niet meer zo herlezen. Hè. Vandaar dat het me even onbekend voelde. Het is een essay dat ik al een aantal jaar geleden schreef over alcoholisme. En briljant. Dat is helemaal waar.